Een aardig affiche voor Feyenoord in de tweede oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hier de 11 namen van Feyenoord die het sowieso de eerste helft gaan doen. Mogelijk wordt er later meer gewisseld. Maar Justin Bijlo is de doelman en tevens aanvoerder. Hij natuurlijk een van die internationals. Dan Marcus Pedersen, Lucharel Geertruida, David Hansko en Quilincy Hartman achterin. Op het middenveld Rami Serouki, nieuwkomer. Mats Wiever, Quinten Timber. En voorin Paisau, Igor Paisau, Danilo en Javairo Dilrosun. Geertruida schuift wat mee. Pedersen komt binnendoor om ruimte te geven aan Dilrosun. Nou, schot maar zoeken. Dilrosun uithalen dan. Waarom ook niet? Hij zou dan maar een keer opzoeken nu die toch aan die rechterkant staat. Goed gedraaid Timber. Nou, uithalen Timber. Oh, daar zat toch meer in. Wat draait hij daar uitstekend weg. Quinten Timber. Hele goede aanname. Meteen vrij om te schieten. Poging met links toch wat teleurstellend. Dit doet hij weer goed. Paisau, Danilo. Nou kan hij schieten. Danilo. Van Aken, heel rustig. Thiago iets te rustig. Dilrosun. Hartman, Paisau niet. Timber nog een keer weer over. Dat is toch de man die de kansen krijgt. Tot nu toe. Odoi vindt Skoras. Mats Rits. Ja, sterk gedaan hoor. Sterk gedaan door David Hansko. De Belgische bank wil graag een overtreding zien, maar dat was het absoluut niet. Danilo, wat een ruimte. Danilo, nou maak het dan maar af Danilo. 1-0 voor Feyenoord. 34e minuut. Op aangeven van Dilrosun blijft hij heel rustig. En net als afgelopen zaterdag opent hij de score voor Feyenoord. Danilo. Hier is Paisau. Nou zoekt die jongeling Seif maar op. Paisau met de 2-0. En wat gaat het dan snel? Minuut 37. Ja, die is niet heel ervaren. Die Joaquin Seif van Club Brugge. En eigenlijk schiet Paisau die bal gewoon rechtdoor in de verre hoek. En ik heb een compleet nieuwe opstelling bij Feyenoord. Let goed op. Timo Wellenreuter is de doelman. Dan Mimairo Benita, Casamirio, Ramon Hendricks en Marco Lopez. Op het middenveld Anthony Milambo, Thomas van der Belt en Ezekiel Boujaoude. En voorin Yacouba Minte, Leo Sauer en Ali Reza Yahanbakhsh. Hendricks verliest de bal. Oeh, daar komt een penalty voor Brugge, ja. Romeo Vermant achter de bal om de wedstrijd weer spannend te maken. Ook de man die zelf de strafschop kreeg. Of kan Wellenreuter zich al laten zien zoals hij dat op het kasteel deed vorig jaar. Belangrijke penalty pakte hij toen. Vermant. En weer Wellenreuter. Weer Wellenreuter. Wat een specialist is dat toch. Bal ook weer niet heel erg slecht ingeschoten in de linkerhoek van Romeo Vermant. Hamma. Moeten. Oh, ja, dat is weer een strafschop. En terecht ook. Sandra is die achter de bal gaat staan. Het zou toch wat zijn als het weer Timo Wellenreuter wordt.
Sissi, Sandra achter de bal. Publiek ramt op de boarding om Wellenreuther nog een keer aan te moedigen. Daar is de aanloop van Sandra. En het is niet te geloven. Wellenreuther pakt hem weer. Twee penalties in één wedstrijd. Twee keer een andere hoek. Onvoorstelbaar. Kassan Wirjo. Jan Baks. Terug naar Kassan Wirjo. Dat balletje start. Feyenoord verdediger loopt nog een beetje door op Mignolet. Eindsignaal van scheidsrechter Martens. Gaan de handen op elkaar. Voor deze oefenzegen van Feyenoord tegen de nummer 4 van België. Vorig jaar nog overwinteraar in de Champions League. Goals dus van Danilo en Paisau. Twee keer een penalty gekeerd. Ik denk een goede wedstrijd van onze kant. Met rust 2-0 voor. Eerste, nou, daarna nieuw elftal erin. De eerste kwartier, 20 minuten beginnen we ook goed. Goed aan de bal. Een paar kansen. Goede schoten van afstand. En daarna gingen zij wisselen en kregen we iets minder grip erop. En kwamen zij iets beter in het spel. Uiteindelijk onze keeper die twee goede penalties pakt. Dus uiteindelijk gewonnen.